Onafhankelijkheidsplein is het afgelopen weekend het decor geweest van een grote Diwali-manifestatie. Het heilige feest van de Hindoes werd op vrijdag 25 oktober traditioneel ingeluid met het aansteken van de grote Suriname-dia. De Suriname-dia leeft tot zondag 27 oktober branden, de dag waarop officieel Diwali werd gevierd. Jaar belichten wij vanuit de organisatie de betekenis van het Diwali-feest. In het verlengde daarvan wordt de betekenis van licht binnen het hindoeïsme ook benadrukt. Met het Diwali-feest vieren wij de overwinning van het goede op het kwade. Volgens het heilige boek Ramayana vieren wij ook het Diwali-feest de terugkeer van Sri Ram en zijn vrouw Sita na 14 jaar ballingschap. Dit is het reden waarom wij elk jaar dus ons programma beginnen met het opvoeren van de Raamlila, waarin wordt uitgebeeld hoe Sri Ram met zijn wederhelft en zijn broer samen met Hanuman naar Ayodhya terugkomt. De Suriname-dia zal worden aangestoken en het is ook aangestoken en daarmee wordt symbolisch het Diwali-feest ingeluid. Het Diwali-feest is een feest die de familie bij elkaar brengt. Suriname met haar verschillende bevolkingsgroepen één grote familie. Nawam Biggie Familie Undejaso. Daarom ziet u in het programma van de kus altijd een weerspiegeling van de saamhorigheid waarin het Surinaams volk leeft. Het Diwali-feest is een internationale feest. Dit evenement noemen wij een nationale manifestatie, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een evenement met internationaal publiek. De culturele Unie Suriname is vereerd om deze manifestatie te organiseren en voelt zich verplicht om Suriname goed uit te dragen hiermee. Daarom wordt ons programma zorgvuldig samengesteld. Gebruikmakende van dit gegeven wil ik als voorzitter vandaag namens de kus het publiek erop attenderen dat dit evenement niet slechts één is van zang en dans, maar ook één is waarmee wij de boodschap van Diwali-feest benadrukken in de hoop dat het doordringt tot een ieder. Sri Lakshmi, veelal bekend als godin van licht, rijkdom, geluk, maar zij is ook godin van moed, vruchtbaarheid, schoonheid en liefde. Liefde. En dit is het laatste wensen wij te benadrukken. Eer niet alleen het licht van de dia. Dat is uiteraard zeer belangrijk. Maar wees ook zelf het licht. In je eigen leven en ook in die van de anderen. Dat het belangrijkste is. Het licht van de dia symboliseert dat ook. Het licht niet alleen haar eigen omgeving. Het verlicht niet ook alleen haar omgeving, maar ook de anderen. Die van de anderen waardeloos. Het vraagt niets voor terug. Met het aansteken van de Suriname-dia geeft de culturele Unie Suriname u symbolisch het licht door om daarmee uw eigen levenspad dat van anderen te verlichten. Geef het licht door aan de anderen. Laten wij mensen ons meer verdiepen in het goddelijke, minder in het materiële. Want dat alleen zullen wij pure en ware liefde ervaren. Be the light in your own life and for others. Traditiegetrouw is elk jaar de Suriname-dia, zoals ze haar noemen, voor alle landgenoten hier te aanschouwen op het Onafhankelijkheidsplein. Dit steeds weer in de periode die astronomisch
en astrologisch gezien de donkerste nachten zijn van het jaar. De culturele Unie Suriname, uw activiteiten, zoals de Diwali-manifestatie en het aansteken van de Suriname Dia, daarmee geeft u weer de volle dimensie van beleving van deze nationale feestdag Diwali, dat dit jaar vastgesteld is op zondag 27 oktober. Voor onze Hindoe-broeders en zusters in het bijzonder is de nacht van Diwali een diepgaande religieuze, culturele, maar ook spirituele, van spirituele betekenis en waarde. En trachten zij daarom ook zoveel als mogelijk dienovereenkomstig invulling hieraan te geven. Voor Suriname in het algemeen is behalve het voorgenoemde dit evenement ook een van cultureel maatschappelijke betekenis. Daar het licht dat centraal staat bij Diwali dwars door culturen heen te vinden is en dus mogelijkerwijs cultuurgroepen overstijgt. De aanwezigheid van de Suriname Dia mag in die context dan ook gezien worden als een getuigenis van wederom een bindende factor in onze plurale natie. Laten wij als Surinamers dan ook bewust zijn van dat van al onze rijkdommen de culturele rijkdom een der grootste en de belangrijkste is. En dat die rijkdom ligt bij haar mensen zelf, de cultuurdragers. Onze natie absorbeerde altijd al cultuurdragers die er al van oudsher waren en ook zij die hier naartoe kwamen en dit mooi grondgebied overladen hebben met hun prachtige levenswijzen en tradities, religieën, culinair, talen, muziek, wetenschap en andere bijzondere gewoonten. En wij zijn hen daarvoor natuurlijk heel dankbaar. Die dankbaarheid tonen wij met de herdenking en viering van alle volkeren elk jaar op de eerste zondag van september, voornoemd als de Dag der Migranten, die herdenkt al onze volkeren die ooit hier naartoe gemigreerd zijn, vanaf circa 15.000 jaar geleden, startende met de inheemse volkeren. Indien wij ervan uitgaan dat een natie die van nature over tijd evolueert, en wij die in een positieve richting van eenheid en hogere beschaving willen doen plaatsvinden, dat het slechts volvoerd kan worden middels wederzijds begrip op basis van coöperatieve kracht en gebruik maken van het principe van interafhankelijkheid. Dat wil zeggen, dat is dus dat wij het individueel belang overstijgen en in het nationaal belang ons eigen belang gediend zien. Wij zullen moeten tappen uit onze bestaande culturele tradities en wijsheden die zo instrumenteel zijn en kunnen zijn in dit proces van natie-evolutie. Omdat wij in elke cultuur natiebindende elementen kunnen vinden die dwars door alle culturen heen beleefd worden. Zoals hier vandaag. Wij ode brengen aan het licht dat in elke cultuurgroep haar relevantie vindt, al dus het licht als natiebindend element. Middels een simpel exposé zien wij zelfs meer diepgang die gebracht kan worden in de beleving van het licht, de mystiek en diepgaande symboliek van de kleine dia die wij aansteken op Diwali. De dia, de klei, het klei dat wij hebben, het aardemateriaal waar die dia van gemaakt is, symboliseert het lichaam van de mens. De ghee, brandstof, symboliseert de karma, de handelingen die de mens pleegt. De lont, de tijd, die voor elk mens beperkt is. De vlam symboliseert de ziel. Zolang wij nog in staat zijn te handelen, als mens met die laatste handeling, laatste druppel ghee, zal die ziel nog bij het lichaam blijven. Het is onze plicht als mens de juiste handelingen te plegen om de ziel in stand te houden
Tenminste, zolang nog de lont, de tijd, beschikbaar is of de tijd het toelaat. En zodoende in staat te stellen haar spirituele missie te volvoeren. Evenzo heeft de grote Suriname Dia hier traditioneel gestaan. Met een dergelijke symbolische boodschap voor onze natie. Het omhulsel staat symbool voor de belichaming van onze Surinaamse natie. Onze gemeenschap. De ghee, de collectieve karma, de collectieve handelingen die wij plegen om die vlam, die ziel van onze natie in stand te houden. Elk individu wordt hierbij in staat gesteld zijn of haar bijdrage te leveren ten behoeve van het collectief en ten behoeve van onze collectieve missie als natie. Men zegt fundamenteel, je moel adharahe, zoals eerder genoemd, is het fenomeen licht. Dat is het meest fundamentele. Want daar gaat het eigenlijk om. Die diep, de vlam, is traditioneel die kleinste vorm waarin we het licht veelal ervaren. Waarin we het licht vertegenwoordigd zien. In de Hindu Shastras, geschriften zegt men, en Sabhyata, in onze beschaving, geven een zeer sublieme benadering en insteek over de essentie van het licht, dat we Jyoti noemen in het Sanskrit. En zegt dat het licht een darshana, een nirupan is. Dat wil zeggen een vertegenwoordiging is. Vertegenwoordiging waarvan? Waarvan is het licht vertegenwoordiging? Dat kan op verschillende niveaus kunnen we merken waarvan. Licht in het meeste universele zin in vertegenwoordiging is het licht vertegenwoordiging van pragati, satya en amritatwa. Pragati wil zeggen vooruitgang, satya goedheid en amritatwa is onsterfelijkheid. Al dus de geschriften. Maar waar zien we het terug? De vertegenwoordiging, eerste vertegenwoordiging van licht, is wanneer we zeggen, diepe jyoti prabrahma, diepe jyoti rjanadhara, diepe harte me tupapam, diepe jyoti namostute. Wanneer we zeggen, diepe jyoti prabrahma, zeggen we, hey parambram, aap hi diep hai, u bent licht. Dus de eerste vertegenwoordiging is die almachtige God zelf. Het licht krijgt de kans om de almacht God te vertegenwoordigen. Dus licht als ultieme bron, parambrahma, de creator en dus de essentie van ons allen, waar wij allen uit voortkomen. Als in de shastra staat, ekoham bahusham, wil zeggen, ik ben één en ik word meerdere. En daaruit komen wij alle voort. Terugkomen naar de dimensie van universum, zien wij dat het fenomeen licht, jyoti dus, vertegenwoordigd is in de zon. Wanneer we de Gayatri Mantra zeggen, tat savitur varinyam bhargo devasya dhimahi dhiyoyona prachodayat, us pran swaroop duknashak, en dan kijken we naar de zon as savita. Shreshtejaswi papnashak, dev swaroop paramatma kom antaratma me dharan kare, vah paramatma ham sabki buddhi sanmarg ke or prerit kare. Wij vragen aan het licht en licht vertegenwoordigt daar, dus een energiebron voor het voeden en in stand houden van het leven en inspiratie van ons denken. Als we verder komen op aarde, zien we dat licht een andere vertegenwoordiging heeft. Daar vertegenwoordigt het licht Agni. In de eerste shlok, eerste mantra van onze Rigved, Agni mele purohitam yagyasya devi mrityujam hotaram ratnamadhatamam, zeggen we Agni, aap to purohit hai. Aap ritadwij hai. Aap hotar hai. Al deze aspecten heeft u. En dan zie je het aspect van yagya, van offer. Hoe we moeten offeren elke handeling. Licht wordt daar vertegenwoordigd als vuur. Als het middel voor instandhouding van de mens op aarde en dienend als een energiebron en offermedium waarin geofferd wordt om de mens in stand te houden. Maar ook het licht, als we verder komen op aarde, bij de mens zelf, zien we licht in de mens zelf. Atma. Waar we zeggen, het spiritueel licht. Atma jyoti. Atma kom. Pavitra karne ke liye yatna avashak hai. Ovat yatna karma hai. Karma se purva gyan hona chahiye. Gyan to hirdaye mein milta hai. Gyan ke baad karma karna chahiye. Sadhano ke dwara atma jyoti ko ke gyan usse hota hai. Tab vah atma shodhan mein lag jate hain. Simple gezegd, wij willen karma doen. Voor karma hebben we kennis nodig. Als we de kennis verwerven in het hart, in de ziel,
Dan beginnen we op zoek te gaan in een zoektocht van de ziel, waarbij het licht van de ziel steeds meer kan schijnen als we leren uit onze fouten. Tien pavitra kare koko dwara atma ko nirantan. Pavitra karta hai. Er zijn drie handelingen die we moeten doen en dan zegt de shastra. Trayo dharma skandhaha yagyas tapo danam. Er zijn drie handelingen hoe we de ziel, het licht van de ziel kunnen doen schijnen. Yagya, offer elke handeling die wij zien als een offer aan God. Ham karta nahi hai, karta to bhagwan hai. Ham to kewal sadhan matra hai. Wij zijn niet de doener. De doener is God. Wij zijn slechts het medium door wie God handelt. Dat is de eerste soort van karma. Dat we elke handeling offeren alsof God het doet. Tweede is tapas. Tapasya karna parta hai. Dat wil zeggen jezelf zodanig disciplineren. Waarom moeten we disciplineren? Omdat we 6 vijanden in ons hebben. Kama, krode, lobe, moha, matsarya. Madde, matsarya. Arrogantie, woede. Dat kost heel veel energie om te overwinnen, te disciplineren. En derde vorm van handeling is daan. Als wij wat wij verdiend hebben, werkelijk verdiend hebben, en van ons is, dat geven we weg. Dat we uit het resultaat van onze karma, wat wij ook krijgen, weggeven, waardoor we het ego ook weggeven. Die drie vormen van handelingen die gepleegd worden, zijn om die ziel te reinigen. Daarom wordt het pavitra karak genoemd. Het maakt die ziel rein. De ziel is rein. Om de ziel, alles om de ziel maakt die rein, waardoor het licht van de ziel kan schijnen. Dus het licht als spiritueel licht in de mens. Al dus is het duidelijk dat licht zoveel vertegenwoordigingen heeft in onze traditie. Daarom veelal maken we die kleine diep aan, die jyoti, wat we noemen diepe jyoti, en wordt het gebruikt. En die vlam doet zijn beste poging om als vertegenwoordiger van al ditgene dat ik heb genoemd, pragati te brengen, vooruitgang, waarheid te brengen en onsterfelijkheid te brengen. Want het vertegenwoordigt Parabrahma, het vertegenwoordigt de zon, het vertegenwoordigt het vuur, het vertegenwoordigt de ziel in ons. Die handeling die we vandaag gepleegd hebben wordt diep rajolan genoemd. Betekent het licht aansteken. Dus, en het heeft dus zoveel diepgaandere betekenis dan wij eerder dachten, als wij beschouwen wat het licht allemaal mag vertegenwoordigen. Vanwege de vele vertegenwoordigingen dus. En ook daarom de shlok, die heel anders opgevat wordt als wij zeggen, Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam gamaya. Als we zeggen, tamaso ma jyotirgamaya, he paramatma, hame tamas tamasik stiti se, jyotir stiti talak, le jaiye. Brengt u mij van de duisternis naar het licht. Nog een zeer gelukkige avond aan u toegewenst. Met de felicitatie en dank aan de Culturele Unie Suriname voor het behouden van deze prachtige traditie. Sabiko, ik shub Diwali ho. Ik wens u allen een shub Diwali toe. Mogen vrede en rust alom zijn. En ik zeg altijd, wij zoeken shanti en rust overal. Maar er zijn drie niveaus waarop we vragen en daarom wordt er altijd 3 keer shanti gezegd. Waarom zeggen we 3 keer shanti? Eerst is jagat mein shanti. In het universum moet er rust zijn, shanti. Tweede is rashtra mein shanti. Desh mein shanti hona chahiye. En laatste, vyakti mein shanti. Apne aap mein shanti hona chahiye. Isliye hum kehte hain om shanti, shanti, shanti.